We hebben nu te maken inmiddels met de eerste generatie die volledig online opgroeit. Die niet weet wat het is om in een maatschappij te leven waar geen internet bestaat. Voor hen is internet een gegeven. Die Internet of Things zit er binnenkort aan te komen, dat is voor hen een gegeven. Het feit dat nu hordes met tieners achter hun telefoon aanrennen om hun Pokémon's te vangen, dat is een gegeven. Daar moeten we iets mee. Wij willen graag dat de machtsbalans in verhouding blijft. Dat niet de overheid alles over ons weet en niet het bedrijfsleven alles over ons weet. Zeker op het gebied van burgerrechten en digitale burgerrechten zullen wij ons als burgers nu echt moeten uitspreken om ervoor te zorgen dat ook in een digitale samenleving onze burgerrechten gewaarborgd worden. We hebben zoveel meer kansen die we nu niet maximaal benutten om democratie voor te zetten zoals wij dat voor ons zien. De mogelijkheid tot zelfbeschikking, de mogelijkheid om jezelf te informeren, om informatie te delen, om sneller te leren zonder dat je daar heel rijk voor hoeft te zijn. Je ziet steeds meer tweedeling tussen de rijken en de armen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Informatie in de informatiesamenleving is vrijelijk beschikbaar, is gratis. En waarom maken we daar niet veel meer gebruik van? Waarom gebruiken we die informatiesamenleving niet om ons allen veel sterker te maken in een democratie? Het kan beter, het moet beter en het is niet langer een keuze. Ik denk dat het ook helaas een toekomst wordt voor Nederland, dat we nog één grote klap moeten krijgen voordat het besef indaalt in Nederland dat de Piratenpartij keihard nodig is. Het tij is gekeerd, onze kernpunten staan op de agenda. Laten we gewoon keihard ervoor gaan en keihard voor die zetels gaan. Zeker die zetels, toch? Oh. Champagne.